Goedendag en welkom bij V-Check, waar we op zoek gaan naar de waarheid achter de uitspraken. Als maar meer Vlamingen zijn gewonnen voor een onafhankelijk Vlaanderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stem van Vlaanderen gedaan door HLN en VTM. Maar liefst 40,2% van de Vlamingen wil een verdere ontvoogding van Vlaanderen zien. 9,3% van de Vlamingen staat er neutraal tegenover. En slechts 34,6% van de Vlamingen ziet verder soelaas in de Belgische constellatie. Tegenstanders van een Vlaamse ontvoogding beweren dat dit tot chaos zou leiden. Immers, zo noteerde Noël Slangen, zou een Vlaamse regering met het Vlaams Belang en N-VA niet veel verschil kunnen maken op veel thema's. Veel bevoegdheden liggen immers federaal en van de EU sijpelt ook heel wat regelgeving door. Bovendien, zo zegt hij, is een onafhankelijk Vlaanderen niet te bewerkstelligen vanuit het Vlaams parlement. De Kamer is daartoe bevoegd, zegt hij, en een 2/3 meerderheid is nodig. Een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring sluit Slangen expliciet uit en verwijst daarbij naar Catalonië. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet geen soelaas in een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. Een erkenning als lidstaat door de EU zou immers niet makkelijk zijn, waardoor Vlaanderen volgens criticasters een paria in Europa zou worden die buiten de Unie gehouden wordt. Zeer complex en duur dus. Economisch infarct en crisis zouden dreigen. Een ander vaak aangehaald contra-argument is de Vlaamse hoofdstad. Wat met Brussel dat een eigen dynamiek kent en veel internationale instellingen huisvest. Tegenstanders beweren dat daar geen oplossing voor is. Wij vragen het aan expert, jurist en Europees parlementslid voor het Vlaams Belang, Gerolf Annemans. Hij schreef reeds 3 boeken over deze kwestie en ook de ordelijke opdeling van België. Meneer Annemans, die Vlaamse onafhankelijkheid, zal die tot chaos leiden? Ook binnen Vlaanderen dan, in Brussel? Of hoe zit dat? Nee, als ik het project, de ordelijke opdeling van België, met die 3 werken die ik eraan aan besteed heb, zo genoemd heb, is het juist om te weerleggen dat het wanordelijk zou gebeuren, of kan, of mag gebeuren. Ik betreur, en ik vind het erg jammer dat de N-VA dat gemeenschappelijk einddoel van een onafhankelijk Vlaanderen een beetje vergiftigd met begrippen die de Vlaming de indruk moeten wekken dat het fout zal aflopen of dat het in chaos moet verlopen. Nee, het moet ordelijk verlopen. Daarom hebben we ook een schema uitgewerkt in dat project, waarbij dat we uit de Belgische Unie treden en dan onderhandelingen openen. Want het onderhandelingsprincipe is voor het internationaal recht van groot belang, maar ook in de rest van de uitwerking van het project hebben we altijd met internationaal recht rekening gehouden. Dat geldt ook voor Brussel. Die grenzen, het feit dat Brussel in Vlaanderen ligt, zal door de internationale gemeenschap erkend worden. Natuurlijk moeten wij een autonomie voor Brussel voorzien. Dat is eigenlijk allemaal min of meer goed uitgewerkt. En het zal dus niet wanordelijk verlopen of tot chaos leiden en al zeker niet tot geweld, iets wat wij volledig uitsluiten. Het zal op een ordelijke manier opgedeeld worden. Ja, en een onafhankelijk Vlaanderen binnen de EU, hoe zit dat dan? Wel, volgens de huidige Europese verdragen moeten we natuurlijk opnieuw appliceren, moeten we opnieuw de lidmaatschap aanvragen. Mijn voorstel zou zijn om dat te doen. Nadien kunnen we onze verhouding met de Europese Unie wel bepalen als onafhankelijke republiek, maar in de overgangsfase gaan we het niet al te ingewikkeld maken en ik denk dat Europa zeer zeker gretig ons aanbod zal aannemen, want wij zijn een van de belangrijkste bijdragers aan de begroting van de Europese Unie. Dus ze hebben er alle belang bij en ze zullen ons dus vrij snel aanvaarden. Hartelijk dank, meneer Annemans. U hoort het, Vlaamse onafhankelijkheid zal niet leiden tot chaos. Deze bewering is dus onwaar. Dit was V-Check. Goeie avond en hou het veilig.